Iris. Iris. Hoi. Ja, we gaan nu eerst even naar Subway toe. Oh, huilende kinderen. Nee, we gaan eerst even naar Subway toe voor de show om eventjes te eten. Yay! Vandaag gaan we onze eerste show. Ja. Dan gaan we via de artiest heen van. Gaan we naar binnen. Ja, we gaan vandaag eigenlijk alles... Hoi. Daar is Cindy. Ja, we gaan jullie eigenlijk gewoon meenemen met alles. Dus vanaf de kap en griem tot de eerste doorloop, tot helemaal het laatste applaus. Backstage, maar ook nu dus al bij de kleedkamer. Kijk, hier zijn alle kleedkamers al. En we gaan eerst even kijken waar we naartoe moeten. Iris, even lachen. Hallo. Maar ja, we gaan nu dus even de toortjes uitdelen om elkaar succes te wensen. En daarna gaan we de eerste doorloop doen. Oh, ik kom er zo aan. Hallo, hallo. En dan komen we hier. En hier heb je dus helemaal backstage. En hier zit dan altijd iemand. En ja, die doet de decorstukken eigenlijk. Ja. En als je dan hier het podium oploopt. Die zaal is heel groot. Nee, kijk, hier is de complete zaal. Hier heb je twee hele grote decorstukken en die worden dan via kabels allemaal omhoog, zeg maar, in een nok gedaan. En dan zakken ze weer naar beneden. Dit is niet het enige decor wat we hebben, want er hangt nog meer, maar dat is nog allemaal voor later. Zoals je kan zien, het is moeilijk te zien, maar hierboven dus zitten nog verschillende decorstukken die dan ook naar beneden kunnen zakken. En dan komen we hier aan bij de technici. Oeh, ja. Oh, zijn jullie alweer lekker bezig? We zijn zeker lekker bezig. We hebben een begin gemaakt. Top, kijk, hier liggen alle headsets. Zijn er, hoeveel zijn het er? 18. En die moeten we allemaal opdoen. En ja, dat is altijd best wel een gedoe. En hier liggen onze props. Hier liggen dingetjes. Troon ligt hier, een masker, de dingetjes, de glazen dingetjes voor de alchemist, de bloemen, dat soort dingen. Zo net had ik het al even over de toortjes. En ja, die zijn hier allemaal opgesteld. Voor elke persoon is er een tasje gemaakt. En daar stop je dus alle toortjes in om diegene succes te wensen. En meestal probeert een beetje in het teken te doen van jouw rol. Dus wij doen bijvoorbeeld nu een roos, want we spelen in de Rozenkoning. Dus dan maken we een roos met een kaartje eraan en die stop je dan in elk tasje. En dan aan het einde van de avond neem je je eigen tasje mee en dan zitten er allemaal... allemaal cadeautjes in om jouw succes te wensen. Mag je zelf een mascara? Groen. Yes. Wat heb jij nou? Oh, je hebt een heel litteken op je. Ja. Oh, het nou, het ziet er comfortabel. Het ziet er wel vet uit. Yeah. Het ziet er vet uit. Ja, toch? Ja, ik moet nu de griem in. Kijk, dat is heel veel. Dat is allemaal dingen. Maar ik ga nu even lekker mascara opdoen. Gaan we rennen? Nou, ik ben net in de make-up geweest. Zometeen wordt mijn haar nog gedaan. En daarna ga ik zenderen. Ik moet alleen mijn eigen mascara nu nog even doen. En een beetje blush en zo. Hallo, hallo. Oh, kijk, je bent alweer lekker bezig. Ja, gewoon. Ik allemaal op. Te veel shirt, echt. Heel veel, hè. Om alleen maar met mijn gezichtje mooi te maken. Nou, ik heb nu dus mijn basis make-up op. En het ziet er een beetje heftig uit. Maar voor het publiek is dat zometeen eigenlijk helemaal niet meer te zien. Want met die felle lampen erop en zo lijkt het... Eigenlijk net alsof het helemaal normaal is, maar je ziet wel, mijn wenkbrauwen zijn eigenlijk een stuk donkerder gemaakt. Maar als je dat niet doet, dan lijkt het eigenlijk alsof je geen wenkbrauwen hebt. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. We gaan weer via toneel rechts. En we gaan onze headset ophalen, onze microfoontjes. Dan kom je dus rechts het podium op. Oh, ze zijn al bezig. Oh, het wordt nu helemaal donker gemaakt. Moeten we even kijken waar het is. Oh, kijk, hier is het al. Kijk, mag ik mijn headset hebben? Ja, zeker. Nou, we zijn dus klaar met de soundcheck. We hebben even allemaal gekeken of de headset het doet. En dan gaan we nu zometeen beginnen met de generalen. Hallo, hoi. Hallo. Heb je een beetje zin in? Ja, dan zenuwachtig. Een beetje zenuwachtig. Ja, heel erg. Ja, oké. Okay. Iris! Gaat de generalen goed komen? Ah, hi. De generalen gaat goed. Ja, maar ik zie er nog niet heel... Ik ben als enige nog niet echt in de kapriem geweest. Oh. Dus ik ja, dat zie nog... je. Ik ben ook nee, heb nee. Je er wel zin in? Ja, nee, het gaat goed komen. Hier is de zaal. En kijk, voor ons is het eigenlijk helemaal zwart. Dus als we hier staan, dan zie je eigenlijk helemaal niks van de zaal. Nou, we gaan dus zo meteen beginnen met de generale repetitie. En dat is eigenlijk vooral voor de technici. Want zij doen deze show eigenlijk voor de eerste keer. Dus zij moeten even kijken hoe de lichten moeten, wanneer jouw headset aan moet. Zodat alles vanavond vlekkeloos gaat. Je hoort het.
hoop dat je mij kan verstaan, maar we zijn nu dus bezig met de doorloop. En ik kan nu wel wat beelden maken. Kijk, een beetje. Zeldzame roos, mijn meest waardevolle bezitting. In handen gooien van stelletje burgers. Het gaat hier om mensenlevens. Dat zal allemaal wel. Geeft hij dan zo weinig om je volk? We moeten echt even een bus delen. Het is nu dus pauze. We hebben eventjes een technische doorloop gedaan. We zijn helemaal dood. Maar we kunnen nu eindelijk eventjes eten. Het is een beetje uitgelopen allemaal. Hey, hey! Ging goed, hè? Ja, zeker. Ja, best wel, toch? Mega Mindy. Mega Mindy. Oké, mij was gegeten. Mijn haar gedaan. Zo, nu is het een kwestie van alles even op zijn plek weer terug weer leggen. Want ja, kleren moeten aan de goede kant weer leggen. Ties, gaat lekker? Ja. Waar gaan bijna spelen. Weet je, ik wil deze video niet opnemen. Goedemorgen allemaal. Het is alweer showdag 2. Ja, de première gisteren ging echt super goed. Het is echt niet normaal. Ja, we zijn allemaal heel erg blij. Het is heel erg laat geworden, dus ik heb niet zo lang geslapen. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je een beetje kunnen slapen? Nee. Is het heel erg? Ja, ik ben moe. Nou, ik ook. Maar we hebben er wel weer zin in, toch? Hoi. Goedemorgen. Oh, ik ben ook moe, joh. Ja. Oh. Oh, we zijn aangekomen hoor. Woehoe, zin in. Hoi, wij zijn net, ik ben net gezend met toch één laatste. En we gaan zo, wat gaan we doen? Oh, we gingen een uurtje dingetjes doorspelen. En we zijn bij de make-up. Wat moet je nu doen? Nou, mascara. Oh. Kijk, je hebt hier zeg maar 20.000 kleuren in zo'n paletje zitten. Waarschijnlijk worden er maar 2 gebruikt. Nee. Kijk, zo ziet ongeveer de zaal er nu uit wanneer we één keer hebben gespeeld. Alles ligt overal. Of het ligt juist op de goede plaats, dat weet ik allemaal niet. Maar het is echt een grote zooi eigenlijk altijd hier. Wij hebben net een kleine doorloop. Ja, nou ja, van alle assemble nummers, want die ging nog niet helemaal energiek genoeg. Hallo. Zo. Ging best wel goed, toch? Yep. Ja. Dus nu even haar doen, eten. Ja. En anderhalf uur hebben we nog om te eten. Yes. Daarna weer terug op het podium. Nou, het zijn dus eigenlijk best wel lange dagen. En ook voor Guus. Yep. Als we nu naar Guus lopen, dan zien we dat hij ook aan het slapen is. Koen, het zijn lange dagen, hè? Ja. Ook voor Guus. Guus zit lekker te slapen. Ja. Ja, dat is wat slaaptekort met je doet, hè. Gewoon eventjes tussen de voorstellingen door eventjes een tukje op de bank doen in de kleedkamer. Mijn leven,
Alleen nog maar, ja nu maak ik het hele jaar van start.